Joris, de vegetable chef. Yes. Met koken met kennis. Leuk. Samen aan het kerstdiner. Kerstdiner met groenten, geen vlees. Koken met kennis niet per definitie vegetarisch, maar ik vind het wel ontzettend leuk om vegetarisch te koken. Het is een extra uitdaging, vooral om het ook lekker hartig te maken. En dat kan met de juiste bereidingswijze. Want we gaan het hoofdgerecht maken van een drievoudige kerstmenu. Yes. Te vinden op onze beide websites. Vegetablechef.nl, kokenmetkennis.nl. Leuk. Polenta plankje met geroosterde groenten en geitenkaas en linzen. Let's go. Heerlijk. Let's go. Worteltjes, een mooie regenboogwortel. Wortels heb je even geschild en je halveert ze over de lengte. Ja. En zo. En dan gaan ze allemaal op een bakblik. Yes. Begint met de harde groenten. Ja. De wortels hebben echt wel het langste nodig. Dus die doe ik als eerste. En dan na 5 minuten haal ik ze uit de oven en dan doen we de volgende groente erbij. Een bietje. Oh, een bietje. Ja, maar dat is een zo'n chogia bietje. Die is een beetje wit met roze. Zo. Hier ook bij. En dan nemen we rode ui. Die snij ik hiervoor in partjes. Dat vind ik wel een mooie vorm dan. Pakken we er een beetje tijm bij. Zo. Een beetje olijfolie. Mooi. Komt er een beetje zout bij. Gewoon simpel zout. Dan hussel je zo alles door elkaar. Ja. Beetje losjes mengen. Zodat overal een beetje een laagje olie op zit. Oven die doe ik op 200 graden. 200 graden? Ja. Hoe lang ongeveer? Nou, nu gaan we dit 10 minuutjes doen. En dan met de andere groenten erbij nog 10 minuten tot een kwartier. Nou, over die polenta plank doen we ook wat linzen. Mm-hmm. Linzen koken we gewoon in een beetje water. En ja, linzen moeten gewoon onder water staan. Koken kan ze straks afgieten als ze gaar zijn. Wat laurier bij voor de smaak. Ja. Kan ze eventueel ook koken in bouillon. Maar er komt zoveel smaak in dit gerecht, dat is niet echt nodig. Nou, die zet ik even hierachter neer. Dan ga ik nu de polenta koken voor het polenta plankje. Ik heb hier een afgepaste hoeveelheid water voor de polenta. Het recept kan je natuurlijk nalezen op vegetablechef.nl of op kokenmetkennis.nl. Nou, het water kookt. Breng het water al een beetje op zout, want ja, die polenta die zuigt zich vol met water. Dus als dat water een beetje smaak heeft, dan komt dat ook in die polenta. Mm-hmm. En als ik die polenta erbij ga strooien, gebruik ik even een garde. Ja. Zodat je snel kan kloppen, want anders kun je klontjes krijgen. En je zal merken dat het gaat vrij snel binden, dat wordt vrij snel dik. Nou, moet je het een minuutje of 10 koken, zo kan ik gewoon een houten lepel gebruiken. En dan heb je polenta. Kijk, nu bindt hij mooi. Zie je? Ja, oké. Okay. Dan laat je hem nu gewoon nog even zachtjes sudderen. Ja, nu laat ik hem zachtjes sudderen en dan roer ik hem af en toe door. Ja. Gaan we even de groenten checken. Hoe de worteltjes en de bietjes het doen. Wow, dat ziet er mooi uit man. Wat een kleuren. Gaan we andere groentes erbij doen. Nou, witlof snij ik kontjes even vanaf. En dan haal ik meestal ook de buitenste blaadjes er vanaf. Die zijn dan toch vaak een beetje verdroogd. En als je het zeg maar dwars door de nerf heen snijdt, dan blijven al die blaadjes aan elkaar zitten. Ja, want... ja, dan hou je ze dus in de stronk in elkaar. Ja. Het is een flespompoen heb ik hier, maar je mag ook een ander soort pompoen nemen. Ik neem dit stuk, gewoon omdat die een beetje te groot is om in zijn geheel te nemen. En deze pompoen moet je wel schillen. Je hebt ook pompoenen waar je de schil kan eten. Maar bij deze moet je de schil er echt afhalen. Nou, dit stuk kan je mooi. Een heel kleurrijk maaltje. Snij ik in plakken en dan krijgen we zo mooie blokjes. Nou, dan doen we dit erbij en dan hebben we straks alleen op het allerlaatst nog de oesterzwammen. Die houden we nog even apart, want die zijn zo snel gaar, die geven de kortste bereiding mee. Oké. Okay. Even omhusselen. Beetje mengen. Op dit moment kan je eventueel ook nog een beetje olie erbij doen. En dat is nu wel nodig, dus ik doe er nog een beetje olijfolie bij. Water kookt hier. Ik gooi de spruitjes erin. Mm-hmm. En een beetje zout in het water. En ik kook ze nu even kort voor, want ze gaan zo ook nog de oven in. Nou, de polenta is ook helemaal gekookt. En nou, hier ga ik de geitenkaas doormengen.
Er gaat best wel wat geitenkaas in. 200 mm-hmm. gram geitenkaas. Mm-hmm. Ik heb 750 milliliter water gebruikt en 150 gram polenta. En met al die groenten erbij kan je er ook wel met z'n zessen van eten. Kijk, we hebben hier de groentes uit de oven. Ja. Die zijn allemaal mooi, mooi gaar aan het worden. Nou, oesterswammetjes erbij. De spruitjes. De spruitjes. Ook bij. En dan weer even omscheppen, zodat ze ook een beetje olie over zich heen krijgen. Zo, en dan spreid je het weer mooi uit. En dan gaat het nu nog een minuut of vijf in de oven. Well, vegetable chef, what's cooking? Kijk eens, we hebben onze prachtige groenten. Wauw, dat ziet er echt geweldig uit. Ben ik heel benieuwd hoe je die plank op gaat maken. Dus je schept het gewoon lekker stoer op die plank. Ja. En dan met de lepel plet ik het een beetje, zodat je ruimte krijgt om je... Om je groentjes op te doen. Zetten. Ja, dan ga je het gewoon allemaal mooi neerleggen. Nee, dus wat je kan doen, je kan ook zeggen van, goh, ik doe het eens alleen met gebakken paddenstoelen. Of pompoen en biet bijvoorbeeld. Dus je kan allerlei soorten toppings hierop doen. Nou, ik vind dit wel genoeg. Nou, dan de linzen. Mooi. Zullen we het even nog doen? Doorkijk, het heeft nog een beetje kookvocht. En dan doen we een klein beetje... Niet te veel, ik zou zeggen een half eetlepeltje balsamico-azijn erbij. Ja, lekker. En dan krijg je net zo'n fris zuurtje. Nou, mooi zo. Ja, en dan een klein beetje olijfolie. Oké, en dan een finishing touch. Blaadjes basilicum. Nou jongens, ik vind het echt geweldig uitzien. Een prachtig hoofdgerecht voor een vegetarisch kerstdiner, lijkt me. Ik heb ontzettend veel zin in. Is het al kerst? Mogen we al eten? Nee. Bijna. Ah.